Het is tijd om onze gast te introduceren. Zullen we eerst even een kort... Ja, hebben we ons best voor gedaan. Ja, nou jij weer, hè. Alle credits gaan altijd naar jou, Anna, wat dit betreft. Luister eventjes mee. Hoe heet je? Sjors van der Pannen is geboren in Voorschoten. Sjors, ik ben zo benieuwd om wat meer van je te weten. Wat heb je allemaal gedaan? Op het moment dat Dan Hartman in 1979 zijn Relight My Fire de hitparades inzingt, schreeuwt de kleine Sjors voor het eerst in de open lucht. Je hebt ons diep geraakt. Hij groeide op in een wereld vol muziek. Thuis werden platen gedraaid van Ramses Shaffi en Lisbeth List, maar ook van Phil Collins, Janis Ian, ABBA en heel veel Franstalige muziek. De manier waarop je zingt is cultureel erfgoed. Al op jonge leeftijd werd zelf muziek maken en het publiek entertainen zijn droom. Om die droom te verwezenlijken verhuisde Sjors rond zijn 20ste naar Amsterdam. Hij meldde zich aan voor De Open Bak, het uitprobeerpodium van Theater De Engelenbak, waar grote namen als Paul de Leeuw en Brigitte Kaandorp ook waren begonnen. Zijn droom bleef zijn droom. En Sjors ging vooral door. Ik was te bang dat er niemand zou draaien. Dat kapot maken, die droom, want dit wilde ik al vanaf mijn 16 jaar. In 2014 was daar The Voice of Holland. Als het niet zo is. Als je zo goed bent als jij, is het heel verleidelijk om te denken van het komt wel goed. Tijdens de spannende finale, waarin Sjors een duet zong met zijn grote voorbeeld Frank Boeien, werd hij tweede. Sjors leeft nog altijd in een wereld vol muziek. Sjors leeft zijn droom. Dat je dit toelaat, maakt jou tot een groot artiest. Huil zo hard je kan. Ga je janken? Nee, ik geef je wat. In de Vrijmibo, Sjors van der Pannen. Geweldig. Ik ga nu janken, die hoor ik nog. Ja, dat snap ik, ja. Dat denk ik zeker, hoor ik dat vaker van onze gasten. Dat ze, als ze dit dan horen zo. En, ja, als ik het allemaal zo achter elkaar hoor, is het toch wel heel wat. En dan met die quotes en die geluidsfragmenten tussendoor. Goed gedaan, hoor. Dat is echt Arnoud. Want ik ben, dat is eigenlijk een beetje ons cadeautje aan jou. Ja, fantastisch op deze dag. Er wordt er ook de hele week voor uitgeroosterd. Dat is het positieve van alles. Ik sta hier alleen de rest van de week. Ja. Nee. Sjors van der Pannen dus. Van harte welkom. Leuk. Heb je gisteravond gekeken? Ja, ik heb live op mijn laptop gekeken. Live op je laptop? Ja, dat kan via Avrotros. Dus, ik was niet in de kroeg. Ik doe het morgen wel doen trouwens. Maar ja, ik heb wel even op zijn optreden gewacht. Ik heb niet alle optredens gezien. We hebben het over Duncan Lawrence natuurlijk op het Eurovisie Songfestival. Ja, 46% nu, hè, de winkans. Heb je het gezien? Ja, maar die gaat toch gewoon winnen? Of we moeten weer zo'n opvallende... Ja, ik denk het ook. ...kip aankomen met allemaal veren. Ik denk het niet. We hebben ze allemaal gezien. Alleen die ene vrouw, of drie vrouwen op die staven, dat is voor mij nog een soort van... Australië is dat, hè? Ik denk zometeen als een soort van duveltje uit een doosje gaat komen. Oh, maar dat vinden we toch wel heel bijzonder. Terwijl dat al 100 jaar wordt gedaan natuurlijk door Cirque du Soleil en zo. Ook. Ja. Het is een klein Cirque du Soleil optredetje eigenlijk. Nee, ja. Ik denk dat iedereen wil dat hij gaat winnen. Ja, dat willen we ook allemaal. Ze gunnen het allemaal. Jij kent Duncan natuurlijk. Dat is het, ja. Goed, hè? Wil je net al een liedje van ons laten gaan. Ja. Dus ik ken hem behoorlijk goed. En ook bij de Voice of Holland ontmoet. Is dat niet het moment om dat nummer nog een keertje uit te brengen? Ja, ik denk dat zijn hoofd nu ergens anders naar staat. Maar je kan het liedje gewoon streamen en downloaden en YouTube bekijken. Nee, maar het is een hele mooie clip. Wat je al zegt, weet je wel, dat zijn hoofd nu ergens anders naar staat. Ja. Maar jouw hoofd staat ook ergens anders naar natuurlijk. Dat liedje opnieuw uitbrengen zou voor hem een hele mooie credits geven. Maar voor jou heel veel meer exposure geven. Nou, kijk, exposure voor mij wel. Maar kijk, ik heb hem... we hebben een tijd met elkaar opgetreden. Ik heb hem vaak naar mijn shows meegebracht. En kijk, ik kan nu wel dat nu opnieuw gaan... We hebben hem aan de radio aangeboden trouwens, hoor, een paar maanden geleden. Maar even remaster, remixen. Ja, maar ik wil niet daar nu werk van maken. Want dan lijkt het net of ik op zijn vleugels mee aan het liften ben. En dat wil ik niet op die manier hebben. Dus ik vind het wel leuk als het liedje elke keer genoemd wordt. Maar, en dan kun je het gewoon downloaden en streamen. Mm-hmm. En ik zou het hartstikke leuk vinden als het heel veel views krijgt. Maar hij moet nog met een album komen. Het zou natuurlijk ook leuk zijn als het op het album komt. Als het hij heeft een album vol met liedjes nu. En het past er gewoon niet. Er staat het enige Nederlands liedtalig liedje bij zijn. En dat snappen ze toch niet in Joegoslavië, snap je? Het is een hele mooie melodie dat wel. Maar het is echt voor Nederlandse markt gemaakt. En Belgische markt. En mocht het opeens een revival krijgen, zou het fantastisch zijn. Maar ik ga er niet nu op focussen. Dat vind ik ook een beetje gemeen. Dat vind ik ook niet... Is het goedkoop? Het is nu zijn tijd. Dat zou het te goedkoop zijn, denk ik. Ik vind het cheap, ja. Maar ik vind het wel leuk als het genoemd wordt. Dat vind ik gewoon ook wel respectvol voor mij en voor hem. Want het is gewoon een heel mooi liedje. Ik ben heel trots op. Is het wat voor jou? Wat? Om daar aan mee te doen? Songfestival? Nou, ik zou niet nee zeggen, maar ik zou het doodeng vinden natuurlijk. Hij blijft zo relaxed, hè? Voel je dat ook? Hij is ook heel relaxed, maar het is ook wel... Het is zijn eigen liedje. Engelstalig. Ja. En hij heeft het hele land achter zich staan. Aan het begin was het van wie. En nu weet iedereen wel wie hij is. Ja. Dus ik denk dat hij heel veel steun krijgt...
van iedereen. En ja, mocht het een keertje mij overkomen, tuurlijk zou ik het aanpakken. Mm-hmm. Dat, ja, ja, goed. En als het niet gebeurt, ook goed. Wat zou je dan willen zingen? Uptempo of ook zo'n zware nee, ballade? Ik kan wel vrij uptempo zingen, maar dat mijn kracht ligt meer in die ballades. Ja. Maar volgend jaar ook, ik denk dat als we winnen, staat niemand in de rij om mee te gaan doen. Want die druk aangaan van jongens, we hebben nu gewonnen. En dan komt iedereen, lijkt het, komt een soort van tweede plaats dan zometeen. Maar dan moet je ook gewoon doen om de ervaring en doen om de liefde voor muziek. Dan moet je het niet doen per se van ik wil per se winnen. Maar je moet het gewoon natuurlijk doen voor het avontuur. Ja. Het is elk jaar weer. Dus ja, om nou weer een paar jaar te wachten. Ja. Met je zonde natuurlijk. Je moet gewoon blijven participeren daaraan. Over avontuur gesproken, jouw eigen avontuur, dat ligt er ook niet om, hè? Ja, ik werk hard eraan. Wij zijn nu 15 jaar bezig, verdikken we. Dus 15 jaar al. En sinds The Voice is het dan echt mijn werk geworden. Ja. Maar ga eens helemaal terug. Want we hebben net al in het overzichtje gehoord dat je zelf ook zei, vanaf mijn zesde leef ik al voor deze droom. Ja, nee, ik wilde gewoon altijd artiest worden. Waar kwam dat vandaan dan? Ja, dat is dan toch. Ik ben misschien toch heel veel naar theater meegebracht. Mijn vader en mijn moeder hebben me opgevoed met heel veel muziek. Zaten die ook in theater? Nee. Die waren cultuurminnend. Dat was voor de hand liggende als ik leraar was geworden. Een basisschoolleraar. Want dan was ik hetzelfde als mijn oma en mijn tweede moeder gaan doen. En mijn moeder zelf. Dat is genoeg werk in ieder geval. Ja, is toch? Geen leraar. Maar nee, er is genoeg werk inderdaad voor. En het zou ook heel goed zijn. Maar ik wil dan toch. Ik heb toch een verhaal te vertellen op een andere manier. Mm-hmm. Was dat het verhaal dan dat je op je zesde al wist? Van ooit ga ik de muziek in. Want dan kan ik mijn verhaal gaan vertellen. Kan ik ook verhaaltjes vertellen op de manier wat ik zelf wil? Ja. Misschien, dat is het ook wel. En ik speelde met Lego ook vroeger, zoals elk kind. En dan maakte ik gewoon podia van. En dan was ik een poppetje wat aan het zingen was. En dan ging ik gewoon weer naar huis rijden. Dus dat was eigenlijk gewoon mijn fantasieverhaal. Ja, en dat probeer ik ook nu waar te maken. Ja, op een gegeven moment wordt dat een beetje waarheid. Ik bedoel, de quotes die we net hebben gehoord tijdens jouw landelijke doorbraak in de Voice, die logen er niet om. Wat doet dat met jou dan als je daar staat? Ja, tranen in eerste instantie, maar. Ja, nou, het was voor mij echt van belang dat ik een keertje een schouderklop kreeg. Want ik was best wel lang aan het vechten. Op een gegeven moment zakte de moed ook een beetje in je schoenen natuurlijk. Als je zo aan bezig bent. En we horen dat van meerdere artiesten. Die wel zijn wel min of meer bekend. Maar het blijft altijd een beetje in de luwte. Nou, toen ik aan het programma meedeed, had ik nooit iets van, nou, nu ben ik er al. En toen ik in de finale tweede werd, dacht ik ook niet van, nou, nu ben ik. Toen heb ik nog harder gevochten. Dat is niet normaal, want dan wil je bewijzen dat je geen seizoensproduct bent. En dat is nog steeds best wel lastig. Want kijk, er is zoveel aanbod. En mijn stijlmuziek, dat is niet het meest populaire bij elke zender. Mm-hmm. En die baas bepalen wel wat er nu gedraaid wordt. Mm-hmm. Maar ja, ik ben destijds door het publiek gekozen als iemand die gewoon gewaardeerd werd. En ook een prijs van 100% NL gekregen, die andere radiozender. Maar die hebben daar wel moeite mee. Uiteindelijk wel met wat voor muziek ik uitvoer. Ja. Terwijl daar ben ik juist voor gewaardeerd. Mm-hmm. Dus ik zit natuurlijk wel in een andere tijd nu. En ik vind dat mijn muziek vrij tijdloos is. Maar het is moeilijk door de macht van wat nu heel erg in is. Wel mooi wat je zegt trouwens, dat seizoensproduct. Want er zijn natuurlijk heel veel seizoensproducten. Ja. Hè? Kijk, ik kan me ook voorstellen als je aan de Voice meedoet of een andere talentenjacht, dat je daar ook niet meer aan meedoet met de gedachte van, nou, als ik dit dan win of als ik ver kom, dan is mijn carrière, hè, dan is dat zeker. Ja. Dat is helemaal niet zo. Hoeveel seizoenen hebben we al niet gehad? Je ziet ook winnaars die je helemaal niet meer hoort. Nooit meer teruggehoord. En niet dat ze niks doen, maar omdat ze dat podium gewoon niet krijgen. Ik heb weer een mazzel. Dat ik gewoon, nou, nu we hier ben en met mijn nieuwe single zo meteen. Maar ik heb ook gewoon mazzel met heel trouw publiek. En die je verkoopt niet voor niks 10 concerten, 12 concerten uit. En nu die grote zaal. Maar dat is dat ik wel waar keihard mijn best voor doe. En ik wil die mensen ook happy maken met mooie liedjes. Dus ik ga het niet opgeven zo snel. Maar soms heb ik wel even een dag dat het gewoon van, nou, laat me even zitten. Maar niet zo snel. Wat is voor jou een moment dan om wel op te geven? Want dat geef je toch nooit op? Nou, kijk, als het echt niet meer werkt. Maar kijk, die grote zaal komt er nu aan. Er komt weer een kleine tour aan volgend jaar. Er komt misschien nog een clubtour aan tussendoor. Als het album goed aanslaat zometeen. Want ik heb een nieuw album zometeen. Mm-hmm. Ik heb tekstschrijvers, Belinda Muldijk, Han Korenee, Frank Boeie heeft met een nummer geholpen. Dat is leuk. Het is fantastisch. Mm-hmm. Maar je zit met commercie. En ik vind mezelf heel commercieel. Maar omdat ik een bedrijf heb. Ja. Maar de commercie ligt ergens anders. Dus ik ben natuurlijk een enorme vechter nog steeds. Terwijl ik het helemaal niet wil. Ik wil juist om die liefde gaan, weet je. Dit is mijn vak. Je bent wel echt gepassioneerd. Ik ben zo liefde gaat voor alles natuurlijk ook. Maar heb je ooit in die tijd achter je gedacht van, jongens, bekijk het allemaal. Ik stop ermee. Nou, ik heb het wel eens. Maar dan, nu nog? Dan, ja.
Zeker, maar ik kan niet stoppen. Want dit is gewoon mijn leven, jongens. Ik bedoel, ik moet mooie muziek maken. Ik heb voorbeelden zoals Freke Spich, Stef Bos, Frank Boeien, Huub van der Lubbe. Die maken ook gewoon constant muziek. Dus ja, dat ik niet in deze tijd pas, kan mij geen reet schelen eigenlijk. Ik moet er gewoon door. Ik heb geen keuze, vind ik. Mooi, hè? Oh, wat erg. Ja. Passioneerd voor de, ja. Voor de... Nee, niet erg. Ik kan ook juist liegen, goed. Dat is nog het ergste. Want, liegen, maar ik kan niet liegen, jongen. Nee, maar wij zitten ook vaak hier en we hebben heel grote artiesten krijgen we hier. En ja. We komen heel vaak tot de conclusie. Er zijn in Nederland veel te veel mensen die een plaatje uitbrengen. Ja. Die denken van, ik breng een plaatje uit. Ja. En dan word ik beroemd. Ga ik veel geld verdienen. Ja, dat heb ik al. En daar is ook de commercie een beetje omheen gebouwd nu. Weet je? Je koopt voor €1500 koop jij een opname van een single. En een stukje zendtijd. En een stukje televisie. En een commercial erbij en zo. Ja. Het draait er gewoon heel veel om geld. Maar dat zit ook in jouw vijver te vissen, zeg maar. Klopt. En ja, kijk, ik heb niet de macht van de bazen die heel veel geld ontvangen om uit te zenden, om mijn publiek te bedienen met die liedjes die ik graag wil. Want mijn publiek wil denk ik heel graag nieuwe liedjes horen in de stijl die mensen zoals ik uitvoeren. Mm-hmm. Alleen ze krijgen anders voorgeschoteld. Dus ze kunnen niet eens kiezen. Dus natuurlijk zijn ze blij met alles wat ze krijgen. Maar er is nog veel meer. Er zijn ook andere zangers zoals ik die ook hele mooie liedjes hebben. Maar die krijgen geen plek. Ik heb nog mazzel dat ik plek krijg. Niet op elke zender, maar wel van jullie. Ja. En Radio 5. En Oost doen we maandag aan. Dus ik heb gewoon toch wel genoeg. Ja, maar dan kom je weer met die drie factoren. Hè? Talent, geluk en gegund worden. Het is het juiste moment. En het is... Maar ja, ik mag nog steeds niet klagen. Want ik voel me echt geliefd hoor, jongens. Ja, dus, maar we horen je ook niet klagen. Kan je ook niet ergens op een... Maar ik klaag soms wel. Maar kan je ook niet op een bepaald moment ergens zeggen van... Nou, dit is het dan. Dit is het plafond van George van der Pannen. En daar ben kan, ik tevreden mee. En laat het zo. Je moet soms ook tevreden zijn met wat er nu is. Want je weet ook niet wat voor cadeautjes te morgen komen. Nee. En ik maak gewoon te veel mooie dingen mee om op te geven. Ja, maar een goed cadeautje... Concert waar ik om leef. Want ik leef natuurlijk om de concerten die geef. Dat is allemaal magisch, jongen. Dat moet je niet opgeven. Nee, maar je moet je eigen cadeautje niet kopen. Hè? Een goed cadeautje krijg je. Dat kan ik ook niet. En ik kan ook een hele rijke zakenpartner zoeken. Die me allemaal geld in mijn pomp. Maar het hoeft allemaal niet, jongens. Ik moet wel eerlijk blijven. Hè? Ja. Want, heb je een partner eigenlijk inmiddels? Nee. Oh, nee, ik heb heel veel liefde om me heen. Dus, oh ja, bedoel... dat ken ik. Dat is goed. Ja, een tijdje geleden heb je wel gezegd dat je wel op zoek bent naar een relatie. Is op zoek. Dat was 100% dat wel, was dat. Ja, ik heb het toevallig gehoord. Maar kon je nummer een huilende foto erbij. Hebben ze nog hij is degene die luistert naar die zender. Ik had er naar geluisterd. Ja. Als de zon opkomt en de straten nog leeg, ochtend op de gracht, romantiek in de steeg. Een boot trekt over het ei, de golven nog traag. O Amsterdam, zo zie ik je graag. Op zondag is er melancholie. Ze zingt galmend mee op haar eigen muziek. De straat is de vloer waar we dansen vandaag. O Amsterdam, zo zie ik je graag. De middag zo heerlijk. Helder het glas. Noord, oost, zuid, west schuivelt langs mijn terras. Je verovert de wereld met schuimende kracht. O Amsterdam, zo zie ik je graag. De lucht boven het Rijks kleurt het eind van de dag. Zoals een Hollandse meester het zag. Zo mooi hoe een stad zich als muze gedraagt. O Amsterdam, zo zie ik
je graag. De Amstel schittert, haar licht op Carré. Koninklijk van het balkon tot wc. Om hier ooit te staan, o de vlinders me maar. O Amsterdam, zo zie ik je graag. O Amsterdam, zo zie ik je graag. 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 Mijn Amsterdam. Mooi hoor, Sjors. Super gedaan. Dankjewel. En straks gaat Sjors natuurlijk ook nog zijn nieuwe single live zingen. En we gaan ook nog eventjes lekker met hem praten. Of kom je nu alvast even zitten? Ja, dat kan natuurlijk ook, Sjors. Hoe was het om hier... Je zit er heel lekker relaxed bij. En het is... Ja, volgens mij heeft het wel een zin. Ja, ik vind het ook hartstikke leuk hier. Je moet dat wel af en toe mijn oogjes dicht doen. Want dan moet ik wel ook even een beetje blijven concentreren. Anders ga ik denk aan Amsterdam. Dat gaat toch hartstikke goed? Het is een klein beetje inleven. Maar voor wat heb je met Amsterdam eigenlijk? Want waar je bent zo nodig? 20 jaar. Ik ben nu 40, ik woon de helft van mijn leven nu in Amsterdam. Ja. En ik heb vooral liefde voor de stad. Ik heb ook wat haat. Haat, liefde. Maar wat is ik de heb haat vooral... die je hebt tegen de stad? Nou, ik ben ook niet altijd op zoek naar de drukte. En nou is mijn buurt vrij rustig. Waar woon je dan? Het is een beetje kalig. Want mijn vrienden wonen allemaal uit de buurt. Ja. Maar ik woon in Westerpark. Okay, ja. En ik heb daar verder geen innige vrienden wonen. Die heb ik allemaal een beetje ver af. Dus ik heb zeker die rust wel. Maar als je het centrum ook ingaat, dan zit je ook echt compleet. Een en al druk. Fietsen gaat ook al niet meer normaal. Nee. Dus het is wel iets verbeterd nu die snorscooters niet meer. Gelukkig. Dat scheelt wel, hè? Vind je niet? Want ik werd ook dikwijls ingehaald door een vrouwtje op een snorscooter. En nu zie je weer die autootjes, hè? Wat is dat? Die elektrische dingetjes waar iemand alleen in kan zitten. Hoe noemen ze het ook alweer? Een Playmobilwagentje. Ja, die rijden ook vaak op het fietsen. Biroost. Hoe heet dat ding? Biro, of zo heet het? Biro. Dat heeft een hele aparte naam. Maar het is zo druk in Amsterdam. Dat eigenlijk denk je van, waarom zou ik er nog wonen? Ja, nou ja, ik kan niet weg. Dus wat is dat dan? Wel, ik ga weg, maar dan daar woon ik te lang voor in deze stad. Ik kan als je weg zou gaan? Mee krijgen, dan Nijmegen zou ik dan gaan. Nijmegen? Ja, daar ben ik heel kom je ook helemaal niet vandaan. Nee, maar daar heb ik vrienden wonen. Dus dat vind ik een hele vriendelijke, lieve stad. Ik was daar 3 weken geleden nog in Nijmegen ook. En daar zag ik toevallig een huisje zo vlak aan het Kronenburgerpark staan. Te koop ook. Ja, maar ook Nijmegen is ook vrij duur. Tegenwoordig. En, ja, ik denk wel eens aan, ik ga weg, maar ik kan niet weg uit Amsterdam. Ook al wil ik graag wel. En ik ga gewoon veel op vakantie. Dat doe ik heel erg. Dus ik ga naar Kos weer dinsdag, doe ik elk jaar. Ik ga naar Egypte elk jaar. Je ziet eruit alsof je net terug bent. Ja, ik moet veel weg. Ik moet gewoon echt veel. Dan kan ik even alles vergeten. Ja. Inspiratie opdoen. Als het kan, dan ga ik gewoon heel veel weg. Ja. Mijn vader woont in Frankrijk, dus ik ga daar ook heerlijk. Heen. Dus ik ben ook genoeg weg om de stad te ontvluchten. Heb je moeder ook nog? Ik heb mijn moeder ook nog. Die woont in Nederland? Ja, die woont in Bennebroek, bij Haarlem. Bennebroek is ook leuk om op vakantie... Nee, dat is niet. Nee, dat is weer te stil. Jos van der Pan is hier tijdens de Vrijmibo. En zijn nieuwe single komt eraan. Is overal te downloaden. Natuurlijk ook op Spotify en op iTunes Music, Apple ID. Weet ik hoe dat tegenwoordig heet. Blijf nog even Jos van der Pannen. Blijf nog even, laat mijn hand dit moment nog niet los. Het is fijn mezelf te geven, want ik merk dat het mij geen moeite kost. En de dag breekt door het duister, het verdwijnen van de nacht. Brengt de twijfel in mijn hart. Hou het vast, hou het levend. Want hoe mooi de zon ook schijnt, ik wil nergens anders zijn. Hou me vast, blijf nog even.
Als de morgen komt, is alles weer voorbij. Mijn huis, mijn vriendenleven. De prijs, als je weet dat geluk niets kost. En jij, je lijkt degene die mij uit mijn verleden verlost. Hoe je lacht en graag naar me luistert, maakt me blijer dan ik dacht. Voel het bonzen van mijn hart, hou het vast, hou het levend. Want hoe mooi de zon ook schijnt, ik wil nergens anders zijn. Hou me vast, blijf nog even. Als de morgen komt, is alles weer voorbij. Twijfel in mijn hart, hou het vast, hou het levend. Want hoe mooi de zon ook schijnt, ik wil nergens anders zijn. Hou me vast, blijf nog even. Als de morgen komt, is alles weer voorbij. Zingen kan die wel natuurlijk, hè? Sjors van der Pannen met zijn nieuwe single Blijf bij mij. Blijf nog even bij ons, Sjors. Want ja, het is een prachtige plaat. Hoe doet hij het? Hoe doet hij het? Doet hij het goed? Met liefde gemaakt. Dat hoor ik ook. En ook met liefde gezongen. Plakman. Wat zeg je? Door Jan Dulles en Jaap Plakman. Oh, Jan Dulles natuurlijk, ja. En, van de drie, hè? Ik was op zoek naar een vrolijk liedje. Ja, toen kwam het. Het wordt tijd voor een zomerlied. En ik ben een dag naar Volendam gegaan met de bus. Oh jee. En zes uur later kwam ik met een heel mooi liedje. Leuk is dat, hè, Volendam? Vind je niet? Het is soms zo dichtbij. Ik was er nooit eerder geweest. Ik ook. Eén keer misschien op een feestje, maar niet echt om een werkdag. Nee, en het was fantastisch. Je wordt er niet zoveel meer van dat feestje. Het was. Hij moest ook met de bus terug, natuurlijk. Van de Loma van de Linda of zo. Een soort taverne of zo. Lomo? Ja, die hadden zo'n feest daar. Zijn presentatie was ook in Volendam. Ah, oh, oké. Okay. Ja, maar zo heel lang geleden. Ja, natuurlijk. Dus mooie dag. Door de loop der jaren heen heb je goede contacten. Heb je wel gelegd natuurlijk ook allemaal. Heb je nog wel eens contact met een Marco of met een Ilse of zo? Nee, eigenlijk Ilse was meer van Duncan's kant. Dus we zeggen elkaar wel gedag als we elkaar tegenkomen. Ja, maar die links die liggen nu natuurlijk wel wat dichter bij elkaar. Nou, kijk, het voordeel van dat ik die Voice of Holland had gedaan is dat al die deuren nog steeds open zijn. Dus als ik iemand heel erg nodig heb. Destijds was het ook Hank Korenneef die ik gewoon heb gebeld. Van joh, ik heb je nodig voor iets moois. En Belinda Muldijk kwam ik tegen toevallig bij het Concertgebouw. Op het parkeerplek daar. En ik werd afgezet door Jim de Groot van mijn vorige tour nog. Van de Tip van de Sluier. Ja. En zij was net Rob de Nijs gegaan naar het CBD-concert. Ja. En ze dacht dat ik een taxi was. Dus ik stapte uit. Van nee, ik ben geen taxi. Maar je ken je toch, zeg ik. Van nee, je bent op Belinda. Van ik ben ook fan van jou. Maar hoe heet je ook alweer? Ik zeg, ik ben Sjors. Mag ik voor je schrijven? En zo gaat het dan een beetje. Ja, wat leuk. Dus iedereen die ik echt nodig heb. Ja, die kan ik wel. En de meeste mensen werken ook goed mee met me. Dus er staan je ook bij, want je geeft een concert in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Ja. Dat doe je op 16 juli. En dan sta je niet alleen, want er staan nog wel wat namen om je heen. Hè? Ik heb altijd wel gasten bij, want ik Duncan is ook mijn gast geweest. En toen ik die andere zaal nog deed, twee jaar geleden. Ja. Een aantal avonden. Maar ik heb elke keer wel een gast. Maar ik dacht, nu doe ik de grote zaal. Je pakt dan ook groot uit.
dan moet ik het ook groot... Ja, want, ja. Want ik heb nu ook nog net geen nieuw album. Ja, op dat moment wel. Dus er moet wel nieuws zijn. Dus dan moet je nieuws maken. En laat ik dan ook een geweldige avond geven met andere mensen. Want misschien is het ook leuk voor elk jaar om dat te doen. En die soort groots met een zachte G, maar dan Shores in Amsterdam. Ja, met groots met een muzikale vrienden. Muzikale vrienden. Op de grote P, ja. Met een grote P. Met muzikale vrienden. Ja. Daar hadden we het over. Met een harde L, dat. Ja. Ja, daar krijg je ook goede vrienden van. De goede V. Maar ja, goed, elk jaar. Ik ben de leslijf, hè, jongens. Elk jaar wil ik dat gaan doen, dus. Ja, ja. Okay. Ik ben even de weg kwijt. Wat hadden we het over? Over het grootste concert. Ja, maar dan kom dan met die namen. Want ik zeg, met Willeke Alberti. Ja. Willeke Alberti. En Karin Bloemen. Karin Bloemen. Oh, ja. En Jan Dulles, hè, van het VJ's. Ja, dat zou ik al en, nog even. En Mathilde Santing. Mathilde Santing. Die is hier trouwens op 21 juni. Treedt ze hier ook op met band. Ja, dat is heel bijzonder, heel bijzonder voor de radio. Doet ze niet zomaar. Nee, we zijn ook op tv natuurlijk, hè? Dat is misschien wel de reden. En ja. Jullie zijn geheel op de reden. Wij? Ja, dat ze het ook leuk vindt hier. Oh, dat zou heel goed kunnen, ja. Ja, ze heeft jou nog nooit gezien, hè, Arnaud? Nee, daarom komt ze ook. Dus, wat wel de laatste keer zijn. Nee, dat is niet waar. Goed, maar dat concert zit aan te komen. 16 juli, hier staat ook nog de Tong Tong Fair. Is dat de hele avond tongen? Ja, dat? Nee, dat zijn mijn gitaristen ook. Ik moet de hele dag tongen. Nee, dat was vroeger de Passamallam. Oh ja, tuurlijk. Ja. En voor mensen van Indische afkomst, dat is er nogal een hele hoop in Nederland. Dus je staat er met veel muzikanten ook. Met Justine Pelmelaars tijdens. Nee, ik ga dit jaar met... ik heb vorig jaar met Wieteke van Doort opgetreden. Dan maak ik ook echt andere gasten, andere vrienden daar. Ja. Want dan wil ik gewoon met Tante Lien een aantal liedjes doen. Laten Lien show. Maar dat komt, ik kom daar vandaan, weet je. Ik heb een Indische achtergrond. Dus voor mij is het altijd bijzonder om te doen. En ze hebben niet veel budget, maar dat maakt dan niet uit. Want dat is voor mij ook gewoon bijzonder om dat wel met mijn... Nou, ik heb nog een Indische muzikant in mijn band, dus voor hem is het ook geweldig. En ze hebben lekker eten daar. En het is gewoon echt heel gezellig. En ook wel leuk om de Indische gemeenschap een beetje aan te spreken. Dat is in Den Haag trouwens, hè, Mali. In Den Haag, ja. Weduwe van Indië, ook wel genoemd. En vroeger was de Passamallam, het heet nu de Tong Tong Fair. Maar het heeft niks met zoenen te maken, geloof ik. Nee, dus ik heb vind je dat jammer? Nou, sommige gevallen wel. Te zoeken. Als het maar zo op je pad komt. Ander onderwerp. Oké, okay. Nog een concertgebouw. Maar goed, dit zijn maar twee dingen natuurlijk. Het is nu mei. Ja, maar ze moeten het album afronden. Ja, ik heb een nieuw album af te maken. Eens eventjes, wanneer komt het uit? Hoe komen? Die komt 16 juli uit. En ik heb nog twee tracks die uit moeten komen. Want ik moet wel met de tijd meegaan. Dus een nieuwe single aan zometeen. Wordt weer op Spotify. Door wie is die geschreven? Die is door, ook weer niet door mezelf deze keer. Het is nu door Sander Geboers, mijn eigen producer. Met wie ik het album ook maak. Met wie ik mijn eigen SVDP Records heb. Ja, ik zag en die het, heeft een heel mooi liedje gemaakt. Een up-tempo liedje. Mooi label. Daar is hij heel goed in. Goed, hè? Ja, zeker goed. Ja, hoe je het naam nou, als niemand het wil doen, dan moet je SVDP. Het toch zelf doen. Ja, SVDP. Ja, met een grote S. Knap, toch? Maar het is ons eigen labeltje. Ja. En daar maken we eigenlijk alles op. En ja, een klein studiootje. Hij werkt heel nauw met Claudia de Breij. Hij is de vaste muzikant, componist. Dus dat is het mannetje aan de piano die je bij haar ziet. En het is gewoon een van mijn beste vrienden geworden. Maar na dat concert ga je natuurlijk op vakantie naar Zalder Egypte zijn. Hè? Dat doe je elk jaar, zei net. Of naar Frankrijk, naar je vader. Nou, in ieder geval ga je op vakantie. Ja. En daarna, dan zitten we alweer bijna... wat zal het zijn? September weer terug. Dan moet er komt misschien een clubtour. We gaan ook nog een presentatie geven voor de echte presentatie van de CD. Daar moet wel wat pers bij komen. Want in de zomer heeft het weinig zin, denk ik. Ja. Dus de programma's gaan ook weer open. De tv-programma's M en Pauw en jullie waarschijnlijk ook wel weer. Mm. Dus dat vind ik ook leuk om het officieel nog aan te pakken met het album. En dan hebben we eigenlijk alweer genoeg voor een nieuw album. Dan ga je weer een nieuw album, dat SVDP-producties, dat gaat goed, hè? Nou, we moeten gewoon blijven investeren, vind ik. Ja. Dus er komt of een duettenalbum of een Franstalig album. En dan volgend jaar nog het Songfestival? Nou. Ja, nou, over de komende jaren wonderen gebeuren eenmaal in het leven. Waarom? Wie weet maar nooit, hè? Nee, maar Franstalig, even serieus. Jij hebt echt de stem voor Franse chansons. Ja, maar mijn uitspraak is ook vrij goed. Ja, maar ik moet nog even een flesje tegenaan knallen. Ja, maar daar zie ik niemand. Even naar de nonnen. Maar je vader praat geen Frans, terwijl je Frans. Nee, niet echt heel goed. En ze vragen wat beter. Maar het is gewoon echt binnen in de Dordogne. Dus je hoeft maar één zin te kennen ook, als iemand dat wil ontmoeten daar. Ja, kom in telefoon. Nee. Oh. Nee, maar goed. Ik wil nog echt heel graag een Franstalige plaat maken. Ook omdat ik met Frans en Nederlands ook in België wat meer open deuren krijg. Ja, België is dat waarschijnlijk. En misschien wel Frankrijk, ja. Ik heb ook wel gekke dromen. Ja. En dat is niet Amerika, maar het is echt meer Frankrijk voor mij. En Duitsland, is dat wat voor je? Nee, niet echt. Nee, het zijn lieve mensen. Maar ik heb slecht Frans, hoor. De taal kan ik verder niet. Dan moet ik dat. Nee. Als het aanbieden, ga ik in het Duits zingen. Ja. Dat doe ik gewoon. Ja. Dat deed Rob de Nijs vroeger ook. Benny Nijman. Dus als mijn geld geoplevert. Nou ja, Jan Spit heeft er goede portemonnee. Zo, met die andere twee, toch? Met die ex van Helene Fischer. Oh ja. Ja, je vindt Helene Fischer wel leuk, toch? Dat onthoud ik ook alleen maar. Ja. Mannen heet, weet ik niet. Anita weet hoe die heet. Hoe heet die? Rosenbaum of zo? Nee, ze heet geen Anita, maar ze lijkt op Anita Meijer. Dat zei hij.
Club Draai. Oh ja, Club Draai. Draai, dat is, ja, dat is wat, wat ze met strietjes doen. Ja, 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 ja. Daar, vandaar ook Draai. Ach, zo. Ja, ja. Goed. Ja. Nee. Het is echt een diepte interview dit. Ja. Vind je het nog steeds leuk? Hoe zeg je van, Ja, nu wel voor mij. En wat gaat er weer? Nou, de tijd zit er ook op. Dus we zeggen bij deze ogenvaar. Ik vond het hartstikke gezellig bij jullie, jongens. Ja, wij vonden het hartstikke leuk dat je er was. En we zijn er ook trots op dat je hier bent geweest. Want eerlijk gezegd, had ik toen ik zei van, nou, nodig George uit. Toen dacht ik, ik denk dat hij niet gaat komen. En ik weet niet hoe dat komt. Nee, dat weet ik niet. Want ik kende je natuurlijk helemaal niet. Maar toen je binnenkwam, zei je al gelijk, oh, ik heb Mathilde Santing teruggekeken, leuk. Dus ik denk, oh, oké. Okay. Oh, zo. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb van tevoren wel eens, als ik ergens heen van, ik heb helemaal geen zin, jongens. En als dan ben ik er eenmaal. Ja. En dan ben ik gewoon de gelukkigste man op aarde. Ja. Had je dat vandaag ook? Van, ik heb eigenlijk geen zin? Vandaag ook. Oh, je bent wel heel eerlijk, daar hou ik wel van. Ja, 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 dit gesprek. Maar weet ik van, het gaat volgens mij heel leuk worden, maar dat zie ik nog helemaal niet voor me. Nee. En ik moet ook de mensen eerst ontmoeten. Ja. Ja. Ik bedoel, van stel je voor, als het gewoon van die eikels zijn, dan moet ik gewoon leuk gaan doen. Maar dat hoef ik helemaal niet te doen. Het gaat allemaal vanzelf. En ben ik ook heel, als het niet leuk vond, had ik het ook gezegd tegen je. Echt waar? Ja. Ja. Hey, maar wie ben ik, joh? Ik ben ook een normale zanger. Ik ben ook gewoon, ik mag, blij dat ik bij jullie op bezoek mag komen. Nou, wij zijn ook blij dat jij wil komen. Maar dit zijn nou een van die cadeautjes waar we het in het begin van de uitzending eigenlijk al over hadden. Ja, die moet je gewoon krijgen. Ja. Maar niet vergeten om uit te pakken. Nou, toch? Hetzelfde voor jullie. Goed zo. Dankjewel.